Dames en heren, een hele goede middag en welkom in de Audi S3 Sedan. Ja, een S3 Sportback is natuurlijk leuk, maar we weten allemaal, Sedan is te veel mooier. Specificaties van de auto. Dit is dus de S3 Sedan, ofwel door sommigen genoemd de limousine. Deze komt met een 2 liter motor, 4 cilinder, 310 pk, 380 Nm koppel en dat brengt hem van 0 naar 100 in 4,9 seconden. Helaas is deze begrensd tot 250 km/u. Denk ik dat je dat toch niet echt gaat halen in Nederland. Proberen mag altijd. Gaan we vandaag niet doen in deze video, helaas. Maar nog veel leuker, deze auto is niet alleen goedkoper dan zijn grotere broer de S4. Hij is dus ook sneller, doordat hij iets kleiner is. Hij oogt in mijn optiek ook sportiever. Is hij dus ook sneller? Ja, en samen met deze 19 inch lichtmetalen velgen die hierop zitten, lederen bekleding, de sportstoelen uiteraard met het diamantstiksel. Ja, daar word je als autofan wel echt verliefd op, hoor. Sinds dat de Audi A3 limousine op de markt kwam, was ik groot fan. Ik was op de een of andere manier nooit zo'n fan van de gewone A3, de Sportback. Die vond ik altijd al snel een beetje lomp ogen. En toen kwam deze op de markt. De A3 en dus ook de S3 en de RS3 limousine of sedan. Ja, ik was meteen verkocht. Ik moest gewoon één keer op pad in één van de drie. Nou, dan hebben we hem precies in het midden. De S3. En ik ben wel heel erg benieuwd wat dat ons gaat brengen. Uiteraard komt een Audi natuurlijk met allemaal verschillende driving modes. We hebben de efficiency, we hebben de comfort, we hebben gewoon automatisch. En we hebben ook dynamic en individual. Nou, efficiency, dat spreekt natuurlijk voor zich. Dus alles gefocust op zo zuinig mogelijk rijden. Dan hebben we de comfortstand. Nou, dan rijdt hij natuurlijk zo comfortabel mogelijk en ook deels efficiënt. Automatisch, dan weegt hij het automatisch op je rijstijl af. Dynamic, dat is de sportstand van Audi. En ik denk zodra we die zo meteen in de Dynamic doen, dat we er wel kunnen lachen. Ik begin deze video niet voor niks in de efficiency stand. En daar heb ik eigenlijk voor gekozen om jullie ook te kunnen laten zien dat een S van Audi, dat je er niet alleen maar hard mee kan rijden. Dat het niet meteen stijf en weet ik wat allemaal is. Maar dat je er ook gewoon rustig, zuinig mee kan rijden. Dus als nu, rij je nu 50. Nou, je hoort de motor niet. Hij schakelt vloeiend over dankzij die S-tronic gearbox. En dat vind ik dus wel mooi in deze stand. Je rijdt zuinig. Je rijdt relaxed. En comfortabel. Maar ja, koop je daar een S3 voor? Ja, en we hebben hier ook die hele mooie ronde knop. Waarmee we al die settings kunnen aanpassen. Dus ik draai daar 4 tikjes aan. Ik ga naar Dynamic. Ik ga naar S2. Zo'n auto, mensen. Dit is niet normaal. Dit is definitie pocket rocket. Halleluja. Wat een bak. Wauw.
Wow, echt. Wow. Maar, toe. En hoor dat pop, pop, pop. Instant gewoon. Instant. Ja, 310 pk in een Audi A3 sedan is meer dan genoeg. Ik kan bijna niet bedenken, ik kan bijna niet verzinnen hoe bizar het moet zijn om in een RS3 sedan te rijden. Nou, dat is gewoon vliegen. Dat is gewoon supercar performance. Wat een ding, wat een ding. Ja, leuk, al die dure auto's. Maar dan heb ik wel een leuke verrassing voor jullie. Want dit is goedkoper dan die TT. Hier staan maar 11.000 kilometer op de teller. Dus hij is goedkoper dan een nieuwe. En hij was dus al goedkoper dan een S4. En sneller. Sam, zeg nou maar. Deze auto, Audi S3 sedan, 310 pk. 380 Nm koppel, 4,9 seconden naar de 100. €59.000, jongens. Alles erop en eraan. Leren bekleding, sportstoelen. Ja, ik zeg het heel eerlijk. 59.000 blijft een hoop geld. Maar als ik het nu had liggen, hadden jullie hem niet meer kunnen kopen. Dus ja. Ik kan niks anders van zeggen, maar dit is echt geweldig, deze auto. Deze auto heeft gewoon alles op allround niveau. Kunnen nog twee mensen achterin. Drie wordt enigszins krapjes. Kofferbak. Hij is snel. Enigszins zuinig. Ja, dat zeg ik niet voor niks. Enigszins, want het blijft natuurlijk een sportieve auto. En dan kan je gewoon alles mee doen. Boodschappen, maar ook toertjes rijden. En wat doe je nou liever als autoliefhebber dan in de zomer toertjes rijden? Ja, precies niks. En dan heb je één auto voor nodig. En dat is deze. Zo'n goed mens. Staat helaas weer op zijn plek. En ik ben maar heel even binnen in de auto gezitten, want het is me een partij koud en het waait me toch hard. De auto staat weer veilig op zijn plek bij JC Baarsen. En het enige dat ik nog wil toevoegen aan deze video is dat het misschien niet de meest extreme Audi op de markt ooit is. Maar echt, aan een Audi S3 sedan heb je meer dan genoeg. Ik word er heel erg vrolijk van. Wie weet in de toekomst ooit een keer een RS3. Maar tot nu toe is dit mijn favoriet. Nou, dames en heren, onwijs bedankt voor het kijken. JC Baarsen, onwijs bedankt. Alles weer in de beschrijving uiteraard. Vergeet niet te liken, vergeet niet te abonneren. Dan zie ik jullie heel snel. Was zo, hè.